Masked Singer Scala 2022 is gewonnen door de Sneeuwpop! Nou, tot het moment dat ik werd gevraagd, heb ik weinig gezongen. Ik zing wel eens in ruimtes waar niemand mij kan horen. Maar zo met publiek en ja, heb ik het nooit geoefend of gedaan. Ja, fantastisch. Toen ik het podium opkwam, gingen al meteen alle zaklampen omhoog. Ja, ik kon alleen maar meegaan natuurlijk met het publiek en dat was fantastisch. Ja, het was heel mooi om te zien. Oh ja, het is toch gewoon heel erg leuk om iets te doen buiten het gewone lesrooster om. En toen ik de kans kreeg, dus zei van nou wil je meedoen, toen dacht ik ja, leuk, leuk, leuk. Ja. En ik kan niet zingen, maar dat geeft niet. Ah ja, ik ga met pensioen, dus dit was wel een leuke afsluiting om nog eens even wat leuks te doen. We hebben natuurlijk corona gehad en toen kon er 2 jaar kon er niks. En ja, nu kan er weer wat en dat pik ik nog net even mee. Dus dat was echt heel erg leuk. Nou, ik vind het vooral heel leuk dat je dan naar docenten toe gaat van hey, ik heb jou gehoord. En als ze dan zo onschuldig gaan doen van ik weet niet waar je het over hebt hoor. Ook om te zien dat de leraar niet alleen maar aan school kunnen denken, maar ook gewoon vrolijk kunnen zijn. Stel nou dat er een Masked Singer voor leerlingen zou komen, zou je dan mee durven doen? Ja, dat zou me heel erg leuk lijken. Ja. Wat zegt dit volgens jou over de school, dat er zo'n evenement wordt opgezet? Dat ik blij ben dat ik naar deze school ben gegaan. En dat ik hoop dat ze meer van zulke dingen gaan doen. We hadden vandaag de kleine zaal. Ik denk als we dit de komende jaren verder gaan uitbreiden, dat we misschien hier in het Castellum zomaar eens kunnen toewerken naar de grote zaal.